Goeiedag, u kijkt naar aflevering nummer 11 van de Nacho Dream Journal. Vandaag Michael Bapp en Dien Goree weer in actie. Ik heb de vorige lezing Dien Goree begon aan Michael Bapp. De Marokko in Najem. Wiki is Michael Bapp ook wat Dien Goree. Dat zien we zo. Verder ook een takkie met de keepers trainer Stefan Burke. Hij werkt nu met Kleidel Kohinoor en wat ik ook toen aan Kleidel. Van Amai Dwing in een periode. Dus, verder, we zijn op een teleton, Satra Samsa. En u krijgt een recap van wat er hier is gebeurd. En ook Samsa in Orukul, want ook te drapen, want ook activiteiten bij de. En Lucinda Sedok, op een falek trang aan Boskopoegi, de speler Nacho. Dit is de Nacho Dream Journal, aflevering nummer 11, powered by Telesuur. In de vorige afleveringen, dan was het Dien Goree begon aan Michael Bapp, de man bij Apuan Taki, de man Roko ook toe in de gym. En we kan het Dien, doen aan de Thai box. Nou, alweer is Michael Bapp ook naar Dien Goree en Michael heeft een lekkere taki gehad met Dien. Ik ben er. Nu is het woord aan mij. Ja. Even teruggaan. Jij als voetballer. Hoe ben je in het voetballen gekomen? Wat is jouw ervaring? Wat is jouw expertise? Wat heb jij allemaal gedaan? Wat weet zeg maar het Surinaamse publiek nog niet van jou? Nou, ik denk dat ze alles weten als ze een beetje gevolgd hebben. Maar het kan ook zijn dat ze niet alles weten. Ik heb in alle situaties gezeten in het voetballen waar je maar in kan zitten. Ik heb kampioenschappen meegemaakt. Eén met Ajax, één met Feyenoord, één met SVV. Kampioenschap om promotie naar de Eredivisie. Dus ik heb degradatie meegemaakt in Engeland. Daar ben ik gedegradeerd. Ik heb bij clubs gezeten waar ik fantastisch speelde en ik in één keer niet meer nodig was bij Feyenoord. Dat was een zware aderlating voor mij. Dat was vreselijk voor mij. Dat ik bij een club als Feyenoord 2 jaar lang goed speelde en het derde jaar hadden ze me niet meer nodig. Vervolgens naar FC Groningen gegaan. Bij FC Groningen 2 jaar keihard gespeeld, goed gewerkt. Alle wedstrijden gespeeld, niks gemist. En een 4-jarig contract bij Ajax verdiend, daardoor. Nog hoger op. Ja, dus alle facetten in het voetballen, van huilen tot lachen, heb ik meegemaakt. En dan komt het erop neer, wat je dus vraagt, de expertise die je hebt meegekregen, is dat ik in alles wat ik heb meegemaakt, kan ik nu overdragen aan de spelers die nu met dezelfde dingen kunnen struggelen of juist met de goede dingen omgaan. Want ook als je naar de top bent, zoals je weet, als je op de top bent, kan je heel hard vallen. Absoluut. Ja toch? En als je beneden bent, moet je heel hard werken om erop te komen. Dat is waar. Het is altijd makkelijker om, het is moeilijker om in de top te blijven. Dan dat zeg ik vaker om het te komen. Het blijven, dat kost heel veel moeite. Dat kost heel veel moeite. Elke keer een wedstrijd voor je. Terugkomende op de spelers. Hoe selecteer jij zij? Hoe ben je daarmee bezig geweest? Je bent nu ondertussen, hoe lang? 3 jaar? Bijna 3 jaar. Bijna 3 jaar het Surinaamse elftal mee bezig. Ja. Wat is je ervaring? Kijk, in het begin moesten ze allemaal een spoedcursus profvoetballen krijgen. En alle facetten van het profvoetballen, wat ik dus in 17 jaar heb meegemaakt, moest ik nu heel snel in die jongens in de korte periode dezelfde gedachten te krijgen. En diezelfde gedachten moesten we krijgen om uiteindelijk ons te plaatsen voor de Gold Cup. Nou, we hebben keihard gewerkt, we zijn 2 trainingskampen naar Nederland geweest. En we hebben uiteindelijk een fantastische periode gehad
Maar met goede wedstrijden, zoals bijvoorbeeld Nicaragua thuis, win je met 6-0. Dat was een ongelooflijke goede prestatie. En, dus wat die jongens hebben laten zien is dat 1, geweldig talent. Hè? 2, ze hebben keihard gewerkt om die prestatie te leveren. Dus die waardering die die jongens krijgen is voor mij ongelooflijk. Dat met een baan en trainen en de manier hoe wij trainen, hè? Jij ook, je bent het hoogste niveau, het manier hoe ik train, hebben ze allemaal meegenomen. En ook nog eens het werk erbij die ze hebben. Hebben ze een ongelooflijk, echt fantastisch ding bereikt. En dat is voor het eerst in de geschiedenis zich plaatsen voor een eindtoernooi. En de Gold Cup. En dat is, dat kan niemand ze afpakken, is geschiedenis geschreven door de jongens hier lokaal. Nou, ik herken heel veel terug, daarom stel ik ook die vragen. Omdat je natuurlijk, bij mij is nu de volgende vraag. Hoe motiveer jij jezelf steeds? Mezelf, ja. Dat is dus een van de dingen. Die ik nu heb gezien. Je staat op, 's morgens, dan ga je aan het werk. Je traint met die jongens en dan krijg je heel veel energie. Die word je helemaal opgeladen. Dan ga je op kantoor en dan wordt die energie weggenomen. Door alle problemen, alle situatie waar je zit. Je gaat steeds minder energie. En tot je bijna op bent en dan moet je jezelf weer opladen. Met die energie door op veld te staan. Boom. Op het moment dat ik niet op veld ben, niet die energie krijg, is het een probleem. Dat is die motivatie. De spelers op het veld, de energie die ze me geven, de liefde die we voor het spel hebben allemaal, dat geeft mij die energie. Als ik op tv kijk en ik zie hoe jij met B-Boy bezig bent, dan motiveer jij mij al, want ik zie hoe jij met hem bezig bent. Ik zie hoe je hem met hem bezig bent, met je hart en je ziel. En je zaligheid, steek je alles in hem. En dat kan ik zien. En doordat ik dat zie, motiveert het mij. Het mooie is dat we nu met profspelers kunnen spelen. En die profspelers gaan ons natuurlijk helemaal grote stappen laten maken. Ja. Waardoor Suriname nu echt op de kaart komt te staan. En dat is weer een hele andere situatie wat is ontstaan. Dus wat dat er gaat, denk ik dat we blij mogen zijn. Dat we nu gebruik kunnen maken van deze spelers. Zodat we echt... kunnen gaan werken aan Suriname naar de top. Je gaat met mij het veld op. Dus ik zou zeggen, maak je afwas klaar. En ik ga je je krijgt nog een tenuutje van mij straks op het veld. Om eventjes nog een prestatie te leveren. Ja, ik ben er klaar voor. Is goed. Michael Bab en Dien Goeree, we hebben de toetrenadies op het Serenantapa map. Ja, binnen 48 uur, 4 juni, Nacho pleit tegen Bermuda. En 5 juni vecht B-Boy in de UFC. We hebben Stefan Burke, ja, de keeperstrainer van onze Nacho, Amate Oroko Nanga Kleidel. En Ube Apuan Taki Nanga de Tubradadis. Kleidel is de laatste paar maanden goed gaan groeien. Hij is zich aardig opgewerkt, maar helaas hebben we geen competitie nog. Dus we konden hem nog niet zien in wedstrijden. Maar als ik Kleidel zo mag gaan inschatten met andere keepers, dan zeg ik toch van, als Kleidel in Europa was geboren, had Kleidel toch een ander niveau. Dan had hij misschien een topclub kunnen keepen, had hij ook een profcarrière. Select is een jongen die zich heel professioneel opstelt. En hoe dan ook, hij is aanvoerder geweest, hè? Een lange tijd, ook bij Robin Hood zijn aanvoerder. Dus als mens lukt het wel. Kijk, ik heb nooit kunnen opmerken dat een Kleider een keertje laat is gekomen. Of dat hij lui is, of dat hij geen zin heeft. Ondanks dat hij ook werkt, hè? Is hij altijd op tijd. Hij wil altijd winnen. Hij is scherp, vriend scherp en vraagt soms. Ik heb het geluk mee. Trainer Dien leeft mee en dan komen we veel tot in een partijspel. En daaruit kunnen we verbeteringspunten zien. Kom op, hier. 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 K
De training van trainer Burke is op zijn momenten zwaar, soms licht. Maar ik denk dat het een deel is van zijn vak, van ons vak dan. Maar overal is de band van trainer Burke en ik bijzonder goed. We kunnen over heel wat praten. Ik kan bijna zeggen alles. Om fit te blijven moest ik een personal trainer inschakelen. Dat is voor mijn lichamelijke fitheid. Maar qua voetballen heb ik niet echt veel kunnen doen. Maar bij vlagen kon ik toch wel even mee trainen met de trainer. Wat mij drijft om zo serieus te zijn op de training is ten eerste de liefde die ik heb voor de sport en mijn vak. En daaruit haal ik motivatie om, 100%, om mezelf 100% door af te geven aan de hele sport. Mijn voetbalcollega's, met name Ishan Kort en Warner Haan. We hebben natuurlijk een band, ja. In het begin was het wel even wennen, want we kenden elkaar nog niet. Maar naarmate we meer met elkaar spraken, trainen, dan hebben we eigenlijk een bepaalde band gecreëerd. Waarbij we eigenlijk elkaar heel veel informatie geven, maar meer qua voetbal. En ervaring, ja. Het zijn twee jongens met heel veel ervaring. Dus misschien qua praten niet echt, maar gewoon naar onze daden waarbij we elkaar kunnen verbeteren. Dat wel, ja. Als ik in Nederland opgegroeid was om niemand tekort te komen, denk ik dat ik, naast Neuer en Courtois zou staan nu. Sowieso gaf ik daarnet aan dat ik liefde heb voor de sport. Ik denk dat ik ook altijd erover heb nagedacht om na mijn carrière een trainersopleiding te volgen. Om toch mijn ervaring aan de jongeren over te dragen. Dus ik denk er wel aan, ja. En dat waren Stefan Burke en Clydel Kohinoor. Afgelopen zaterdag was Teleton bij de Oktujana ATV en ook toen een mooi event bij de Orukul. U krijgt een recap. On my one, we taking out yes the crew. We go winny ding, we go winny ding, we go winny ding, we go winny ding. Je kan gewoon even een terugblik doen en kijken naar Jamaica en Trinidad. En dan zie je de enorme impact die dat heeft gehad voor die eilanden Trinidad en Jamaica. Doordat ze met profs konden spelen, hebben ze het WK gehaald. Het heeft een enorme spin-off gehad voor het bedrijfsleven. Het heeft een enorme spin-off gehad voor het land, voor de naties. Maar daarna voor natievorming, maar daarnaast ook zeg maar om op zo'n podium te staan als het WK, dat is heel bijzonder. En eigenlijk zijn wij ons als Surinamers onvoldoende ervan bewust wat de Surinaamse Voetbalbond nu bereikt heeft met zeg maar het behalen van de Gold Cup. We horen de Gold Cup, we horen de CONCACAF, maar het is misschien goed om te zeggen dat je dat bijna kan vergelijken, niet bijna, je kan het vergelijken met wanneer Nederland het EK heeft gehaald. Maar omdat ik het feest in Suriname nog onvoldoende zie, denk ik dat ik het wil benadrukken. We hebben de CONCACAF Gold Cup gehaald en trainer Dean Goree zegt het vaker met een grote groep amateurs. En toch hebben wij dat kunnen behalen. En nu kunnen we naar de Gold Cup gaan met een combinatie van amateurs en profs.
En ik denk niet dat wij in Suriname het besef hebben wat wij in handen hebben. Ik denk niet dat we het besef hebben waar we naartoe kunnen gaan. En dat besef wil ik nu even benadrukken. Daar wil ik eventjes een klein voorbeeldje van geven. Ik woon nu bijna 22 jaar in Engeland. Daarvoor natuurlijk sinds ik 2 ben in Nederland. 2 jaartjes in Suriname. Dat is het eerste van mijn leven. Maar als kleine jongen groei je op in Nederland. En elk 4 jaar bereikt Nederlands elftal het WK. Elk 4 jaar bereikt Nederlands elftal het EK. En wat je dan ziet, het straatbeeld is oranje. En wat groei je daarmee op? Ik wil ook voor oranje spelen. Want dat is wat je ziet. Het straatbeeld maakt dat je wil spelen voor dat land. Want je hebt zoveel impact. En dan zie je jongens als Ruud Gullit, Gerard Vanenburg, Frank Rijkaard in 88 de cup omhoog houden. Want ze hebben het EK gewonnen. Niet dat als Brazilië speelt dat we allemaal geel hebben. Niet oranje dat we allemaal oranje hebben. Maar dat we nu Mike Antonius, de directeur, zijn shirt aan hebben. Met die vlag. Die ster. Want als ik naar een bakkerij ga en Nederland heeft zich geplaatst voor een eindtoernooi, dan koop ik roomsoesjes in oranje. Dan kopen we alles wat je maar kan vinden in de schappen, is oranje. Hoe klein, hoe groot je bedrijf is, iedereen is versierd in iets oranje. En dat geldt ook voor Amerika, dat geldt voor Mexico, want Mexico is geplaatst voor de Gold Cup. En heel Mexico is groen. En terwijl ze altijd worden zijn geplaatst. Maar het is een groot feest. Wij hebben ons geplaatst en op dit moment is het niet het besef waar we naartoe kunnen gaan. En ik denk als wij beseffen wat we in handen hebben en dan gaan omarmen met z'n allen. En dan begint het bij het bedrijfsleven. Nee, niet bij het bedrijfsleven. Natuurlijk bij de spelers die op het veld staan. En dan trek je bedrijfsleven mee, trek de supporters mee, je trekt het land mee, de overheid gaat mee. Uiteindelijk, ons succes, wat wij op het veld presteren, is een succes van Suriname. Kan bij uw bedrijf komen en u kunt hiermee een geweldige fotoshoot maken. Join the dream voor 20.000 SED minimaal. Voor hoeveel geld wilt u die fotoshoot doen? Minimaal een bedrag van 20.000 SED. Ik mag namens Gummer, dus 20.000 SED doneren. De Fernandesgroep gaat dit ook ondersteunen. Een hoop 50.000 ter beschikking stellen. Heel erg trots op onze jongens, vandaar dat wij 100.000 aan deze top Suriname willen geven. Willen wij 25.000 doneren. Geweldig. Maar wij willen wel 25.000 SED willen wij doneren. Maar wij doen dan ook mee en doen de bijdrage van 100.000 SED. Telezuur 100.000 SED. En dat heeft u ook gezien bij gemeenschap, Nanga bedrijfsleven, bij Kisa Okasi ook toevoeg, Power Nacho Afasdisi. Wij hebben Lucinda Sedok. Zij heeft een trange message voor de Nacho spelers en Onulek Sernamang. Mensen, hoi piep piep, gefeliciteerd! Dag mevrouw Ursina. Volgende keer wanneer we elkaar zien, krijg je cadeau hoor, mijn schat. Is niet erg. Zoals u zegt, de volgende keer. Is je moeder in de keuken? Ja, ja, ze is er in de keuken. Oké. Neem wat te drinken! Zo'n
lieve mensen, Lucienne Sedok hier. En ik ben ook een full supporter van het Nacho Team. Serieus, als vrouw zijnde, ik zweer het je. Zelfs ik kijk nu naar voetbal. Daarvoor was het chintori, maar nu denk ik, no. Ik moet ervoor zitten met mijn soft, met mijn lekkers. Ik ben trots op jullie, ja? Ik wil niks horen over, ja, de ouders zijn niet daar geboren, jongens zijn niet daar geboren. Luister dan, het is onder één vlag, ja? Zolang je weet waar je voorouders vandaan komen, je cultuur, hè? Zodra je er trots op bent, dan ben je de vlag waardig. Wij zijn één. Er is geen splitsing. Ja? En Diogoré, boy, je geeft deze jongens een kans. Je laat Suriname shinen wereldwijd. Mogen zien dat Suriname de bom is. Want Suriname is de bom. Dus ga vooral zo door. En jullie zijn nu al winnaars. Onthoud het. Thank you. Ja, wacht. Ik zie Tante Sina. Moment. Dag Tante Sina. Rustig, ik ben het Lucinda. Dit is de volgende keer, hè? Dus ik krijg nog een cadeau van u. Cadeau? Cadeau? Je was toch vorige maand jarig? Dan ga je me nu een cadeau vragen, meisje. Je moet je schamen. Zo'n oude vrouw. Daarbij was die Bami niet eens lekker op je verjaardag. Volgend jaar krijg je cadeau, ja, hè? Maar, ik kwam net Tante Sina tegen. Hoe lang wacht u al op uw cadeau eigenlijk? Sinds 1960. Oké. En dat heb je gehoord van Lucienda Sedok. Want er hangen skopugi unu lekser namang. Maar ook toe Giden Boys voor Nacho. 4 juni spelen we die belangrijke wedstrijd tegen Bermuda. En dan pleit dat om moes winnen. Kobigi Giden Serna vragen. Kobigi power usrefi lekser Serna Nazi. En tewe Giden vragen dat usap tak. Nee, het gaat om onze Nacho. Onze boys die we moeten stuwen naar die overwinning. Dit was het wat betreft aflevering nummer 11. Powered by Telesuur. Bye bye. Okay. Je bent moe, maar je benen moeten het werk doen. Alright. Dwing, je kan het, ik weet het. Kom op, man! Kom op! Big him up! Big him up! Big him up! Ready! Kom op, jongen! Hup! Meenemen, kom op! Ja! Yeah.